De grenzen van de verzorgingsstaat zijn bereikt. Het systeem loopt vast, het systeem is bureaucratisch, het systeem werkt consumentistisch gedrag van burgers in de hand. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. De weerbarstigheid van deze tijd is dat twee tegenoverliggende scenario's simultaan waar kunnen zijn. We staan op het punt van 3 decentralisaties. De Nederlandse verzorgingsstaat staat aan de vooravond van de grootste herzieningen die we ooit gekend hebben. De uitdaging: meer doen met minder geld. Als die mensen een baan hebben in plaats van in een uitkering, dan betalen we met z'n allen minder belasting. Waar is de overheid eigenlijk nog van? Geen grand designs van bovenaf, maar veel meer kleine initiatieven en experimenten. Gedurende 8 weken biedt een toonaangevende spreker wekelijks een verrassend nieuw perspectief. De verzorgingsstaat van de toekomst gaat niet om het gelijk behandelen van gelijke gevallen, maar het ongelijk behandelen van mensen naarmate ze verschillen. Schrijf je nu in op omook.nl en doe mee vanaf 28 augustus.